Een Delta variant van het COVID-19 virus is nog niet geïdentificeerd in Suriname. Dokter Fern Nanhu verzekerde dit afgelopen zaterdag tijdens de reguliere Zoom-persconferentie van de regering. Hij gaf aan dat er maandelijks analyses van besmettingen naar het buitenland worden gestuurd om getest te worden op de genetische ontwikkelingen van de Delta variant. Nu toe hebben we regelmatig, zeker elke maand, worden de preparaten gestuurd voor sequencing. En tot nu toe hebben we geen Delta variant in Suriname. Dus normaal, het vorige beeld was gewoon dat Manaus overheerst. Dat is het Braziliaans variant. Voor de rest is dat het. Minister Ramadan bevestigde in een eerder interview ook dat de Delta variant nog niet in Suriname is. Daarnaast gaf hij ook aan dat het AstraZeneca-vaccin een redelijk goed bestand is tegen de Delta-variant. Wat belangrijk is, is dat wij hier wel met AstraZeneca voornamelijk hebben gevaccineerd. Ik heb me laten vertellen dat AstraZeneca redelijk goed bestand is tegen Delta. Dat moet nog blijken. Ik heb geen tijd gehad hoor, eerlijk, om zelf te gaan kijken naar de landen waar Delta is opgedoken. Met welke vaccins men daar heeft gevaccineerd. Omdat je dan een idee hebt. Want stel, het zouden landen zijn waar overwegend geen AstraZeneca gebruikt, dan zou je kunnen stellen dat we feitelijk niet bang hoeven te zijn. Ik ben me ook van bewust dat Delta any way binnen kan komen. We hebben wel een duidelijk beleid gezegd, volledig gevaccineerd met een negatieve PCR. Wat is het risico dat een besmet persoon binnenkomt? Zolang dat goed gaat, legaal, ben ik wat dat betreft niet bang. Minister Amar Ramadan van Volksgezondheid. Mocht alsnog blijken dat de Delta variant van het COVID-19 virus in Suriname is, zal het COVID-beleid worden aangepast, verzekert Ramadan.